Een paar keer ben ik op oktober 30 bij jullie op bezoek geweest. Het was heel gezellig. In gesprek passeerde een stuk van het leven van de familie. En we hebben het over zaken gehad. Toch wel. Samen met je vrouw Vera een gezin van 8 kinderen opgevoed. Afgelopen 5 januari zijn jullie 66 jaar getrouwd. Nog van harte gefeliciteerd. Vera zegt trots, wij hebben 8 kinderen grootgebracht en geen cent geleend. Geen cent geleend is leerzaam en actueel. Geld lenen en uitlenen, het komt niet op. Het rijke deel van de wereld houdt zich hier momenteel mee bezig. Beschamend is dat er 2000 miljard euro is verdampt, terwijl het arme deel van de wereld bijna onverminderd kampt met hongersnood, kindersterfte en levensbedreigende ziektes. Niets geleerd in 2000 jaar. Het vervolg is heel positief hoor. 8 kinderen, het magische getal 8. De 8 pionnen. Maar deze pionnen kan en wil je niet ruilen. En ze slaan je zo uit de pozen. De kinderen grootgebracht, klein halen en groot brengen. Een probleem is als kinderen groot zijn, naar wie moet je ze dan brengen? Gelukkig lossen ze als ze groot zijn dit probleem zelf op. Ze zijn zelfstandig geworden. Doe er naast jullie opgroeiende gezin en een kleurrijke werkinvulling, hield je bezig met schaken. En hoe? Wij zijn als club heel blij dat je het rijden en zeilen van GZ van 1958 tot in de tweede helft van de jaren 70 hebt vastgelegd. Je bent een van de 6 oprichters in 1958. De 6 oprichters die zichzelf een groeiende spel vonden. Vandaar de naam de Groene 6. Een aantal jaren om beurten bij elkaar thuis schakend. In 1966 besloot je om ook de KTV te gaan schaken, omdat je vreesde dat GZ uit elkaar zou vallen, toen er nog maar 4 schakers over waren. Dit gebeurde gelukkig niet. Wat later in de tijd maakte de club een sprong vooruit, door een grappig voorval in 1969. In 1969 was je achterneef, Doedendeen Jansson, GZ-kampioen geworden. Het was geen Doedendeen junior en Doedendeen senior, zoals in een krantartikel stond. Iemand, ongetwijfeld een droge West-Fries, zei tegen hem, je bent er wel kampioen van de enige schakelclub in Boven-Kastel, maar je bent er geen kampioen van heel Boven-Kastel. Niet alle schakers hier hebben meegedaan. Deze uitdaging werd aangegaan in Café Het Hof van Holland, tegenwoordig Café Buur, op 29 november 1969 het eerste open kampioenschap van Boven-Kastel gehouden. Het tegenwoordig open schaakkampioenschap van Stedenbroek. De heer D. Rindersma van KTV werd de echte kampioen van Boven-Kastel. Doedendeen Jansson was hiermee kampioen af. Vanaf 1974 neemt GZ deel aan de competitie van NHSB. Doede, zaken- en penningmeester, raadslid ook tegenwoordig het algemeen bestuurlijk, raadslid. Maar wat doet de Nederlands? Ja. Oh. Wel doet de Nederlands. Dat is voor 2/3 klopt het eigenlijk. Nou, die derde zal wel veranderen. Vooral op PR-functionaris van GZ, nou dat was van top tot teen. PR-functionaris. De kranten en de artikeltjes en de verhaaltjes en dat weet u. De artikelen voor GZ, de krantenknipsels en dat soort dingen. Vertel je, werd je wel eens invallen voor het eerste team gevraagd. Arie Karneman zei tegen je, doe de remise is goed, dan verliezen we niet. Dat heb ik waargemaakt, vertelde je mij. Die partijen werden verliezen. Tot slot wil ik jouw talent en humor als verslaggever schrijven graag nog even illustreren aan de hand van jouw korte krantenverslag van het 4e Open Kampioenschap van Boven-Kastel op zaterdag 3 februari 1973 in de driesprong. Je was toen wedstrijdleider. Arie Karneman was verhinderd. Voordat de strijd een aanvang nam, was het een drukte om alles in goede conditie te brengen. De koningen en kronen werden gepoetst, de dames opgemaakt, torens bijgepleisterd, raadsheren kregen een schone poort om, paarden werden geschuierd en de soldaten op scherp gezet. Toen er ook het stadsein was gegeven, ontbond er een strijd die zijn bijna zijn weerga niet kent.
Het was ontzettend. Soldaten sneuvelden, paarden vielen, torens werden kapotgeschoten, dames geruild of geschaakt, raadsheren gevangen genomen en de koning vastgezet. Nadat de stofwolken waren opgetrokken, kwamen de overwinnaars tevoorschijn, waaronder ook de verver Kees Oud van GZ, als tweede van de 24 deelnemers. Proficiat. Doe het bedankt namens ze. Ik ga hier een herinnering, een trofee. Hij is wel van, zit er de veer op? Hartelijk gefeliciteerd, ik vind het een gigant, het is een mijlpaal voor u. Hij is heel zwaar. Hij is heel zwaar, ik voel het erin. Dank u wel. Hij is wel heel mooi, vind ik. Ja, vind je hem mooi? Hartstikke mooi. Ja, okay. Nou, u wordt echt in het zonnetje gezet. Ja.